De bewering dat er in de maand februari een schaarste is geweest aan brandstof klopt niet. Mark Revos, Marketing Asset Manager van GoTo Energy, benadrukt dat de oliemaatschappijen voldoende brandstof in voorraad hadden. Revos gaat in gesprek met de communicatiedienst Suriname in op de periodes waarbij er een rush was op benzine. Hij spreekt van een gevoel van schaarste die ontstaan is vanwege onregelmatigheden. Laat me het gevoel van schaarste dan even gelijk adresseren. In geen van beide momenten was er een schaarste bij GoTo, nog bij de andere oliebedrijven. In het eerste geval waren de oliemaatschappijen eigenlijk in onderhandeling met de regering. Het ging dus om een betalingsissue tussen de regering en de overige oliemaatschappijen. Waardoor die hebben besloten om waarschijnlijk tijdelijk te sluiten. Wij hebben als GoTo natuurlijk alles gedaan om onze bevoorrading nog steeds te garanderen. En je kreeg momenteel natuurlijk een lange rijvorming bij de GoTo service stations, maar was geen schaarste op dat moment. Bij de tweede, in het tweede geval, dan praat je over een protestactie. Ja, was dat ongeveer ook in dezelfde periode van een prijsstijging? Ja, dus er zijn eigenlijk drie zaken gebeurd. Eén keer was er een onderhandeling tussen de regering en de overige oliemaatschappijen, waardoor die hebben besloten te sluiten. En bij de tweede ging het meer om een groot prijsverschil. Op een gegeven moment ging men naar de GoTo service stations om daar te tanken, want het was, dacht ik, meer dan 3 SRD prijsverschil. En het laatste natuurlijk was bij de staking. En ook bij de staking, gelijk na de rellen, alle calamiteiten, hebben wij als GoTo in principe gelijk terug, we zijn direct gelijk teruggegaan naar een normalisatie, zo snel als mogelijk. Maar natuurlijk, u zal begrijpen, doordat wij een heleboel auto's daar hadden bij de services, die lange rijen werden gevormd, konden onze trucks ook niet aankomen. Dus hebben we dus besloten op dat moment tot 6 uur open te blijven en de bevoorrading te doen na 6 uur. Maar er was absoluut geen schaarste en ik denk dat het meer een ongelukkige periode was en aan de ene kant een logistiek probleem. Nou, ik denk dat er meerdere actoren zijn die samen moeten werken om dit soort van dingen te voorkomen. Sowieso, en dat zullen we dadelijk ook over hebben, GoTo dekt ongeveer 30-40% van de markt. Ja, het zweeft daartussen natuurlijk aan de hand van hoeveel mensen tanken. Maar wij kunnen alleen de markt niet dragen. En dat is een belangrijk gegeven. Dus je hebt de andere partijen nodig. Het is belangrijk dat we dus altijd, en dat is het standpunt van GoTo, altijd de rust bewaken. En ook het balans tussen de leveranciers van de brandstoffen en het volk. Op zich, GoTo verkoopt natuurlijk de brandstoffen van staatsolie. En staatsolie heeft een raffinaderij en wij produceren daarmee ongeveer 2000, ik denk in barrels, gasoline per dag. En we doen ongeveer 7000/8000 barrels diesel per dag. Het verbruik, laat me het even over gasoline hebben. Het verbruik in Suriname is ongeveer dicht bij de 5000 barrels per dag. Dus wij kunnen fysiek ook niet meer gasoline maken. Dus we kunnen de gemeenschap ook niet 100% voorzien gasoline. Zo is onze raffinaderij geconstrueerd, geconfigureerd. En ja, wij leveren, ik denk, zo goed als wij kunnen, 16.000 barrels van Saramaca, crude, naar de raffinaderij. Dat kan momenteel ook niet meer. Dus je bent toch wat gelimiteerd in gasolineproductie. En ook vandaar dat we zeggen dat we sowieso afhankelijk moeten zijn voor wat de gasoline betreft van de import. Ja, of het restant aan import. Voor wat de diesel betreft leveren we wel genoeg. We kunnen in ieder geval alles de behoefte voorzien. Maar staatsolie moet natuurlijk ook wat schulden betalen. De raffinaderij is niet gratis. De installaties op Saramaca is niet gratis. Je moet het onderhouden. En ik denk dat wij daar absoluut geen grappen mee gaan maken. We moeten de zaak draaiende houden. Dus je moet een deel van je diesel exporteren om zo weer US dollars te verdienen. Dat betekent dat er een deel ook weer geïmporteerd moet worden door de andere oliemaatschappijen, wat ook goed is, geen issue. Wij kunnen dan wel ooit eens, en als we de gelegenheid hebben, dan moet er nog heel veel gebeuren om 100% van de lokale markt te gaan dekken. Maar op dit moment zijn we daar niet in staat toe. Nou, op gasoline is er geen subsidie meer. Je ziet nu de reële prijs van gasoline. Ik denk dat er op diesel nog een 2 SRD subsidie is.
Ja, wat denken we ervan? Op zich willen we graag naar een periode gaan waar er helemaal geen subsidie is op de diesel. Waarom zeggen we dat? We vinden dat in principe je met de inkomsten van je olie-industrie, laten we het zo noemen, je andere sectoren of gerichte subsidies kan gaan geven. Maar dat is een politiek vraagstuk, daar durf ik helemaal, dat geef ik me op glad ijs als ik daar wat uitspraak over ga doen. Wat wij doen als staat, zoals wij doen als GoTo, is wij zorgen ervoor dat we in ieder geval met onze marges die wij moeten behalen om de zaak draaiende te houden, zo minimaal als mogelijk, die prijs ook doorberekenen aan de pomp. En af en toe is het dan ook goed om te weten dat we dus ook wel altijd kijken, oké, wat doet de concurrent? Omdat er sowieso nu dat de regering de prijs vrij vergeven, is er een gezonde concurrentie tussen ons en de overige oliemaatschappijen natuurlijk. En daarom is het belangrijk voor de gemeenschap om te weten dat GoTo ook, wij doen ons best ook om de balans te behouden op de markt. Want een moment dat je dus, en dat hebben we even gehad in de maand februari, een moment dat je grote spreiding krijgt tussen ons en de overige oliemaatschappijen, dan, ja, dan krijg je dat wel. Dan gaan mensen hamsteren. En u en ik denken maar misschien een auto vol, maar er zijn mensen die honderden duizenden liters tanken. En het heeft daar ook geen zin om dit ook niet te subsidiëren. Dus ik moet wel zeggen dat we dat ook wel in gedachten houden. We zijn in overleg met de regering en natuurlijk met de andere oliemaatschappijen om ook ervoor te zorgen dat laten we de bevoorrading naar de gemeenschap absoluut niet meer zomaar gaan belemmeren. We weten dat er natuurlijk dat de regering ook haar best doet om in goed overleg met de oliemaatschappijen zulke zaken te voorkomen. Maar ook vanuit onze kant proberen wij dat natuurlijk die impact te beperken. Ja. Oké, de reguliere activiteiten. Kijk, GoTo. Wij kunnen alle gasoline die we maken op de raffinaderij kunnen verkopen via onze GoTo's. Er zijn natuurlijk wat beperkingen. Onze service stations moeten nou weer geserviced worden, eigenlijk wat ze noemen gerebrand worden. U heeft dat gezien bij Latour, waarbij we in principe dat hele ding hebben verbouwd. Zo moeten we dus ook enkele van onze andere service stations die jarenlang geen aandacht hebben gehad, moeten we dus ook helemaal gaan renoveren. Daarnaast denk ik dat wij ook in wat meer gebieden zichtbaar moeten zijn. We zijn in bepaalde districten zijn we niet aanwezig. Dus daar werken we aan om ook in ieder geval voor die gemeenschappen ervoor te zorgen dat in ieder geval de brandstoffen van GoTo, van staatsolie, ook dichtbij, ook op de hoek van ze is. Dat ze in ieder geval dat kunnen aanschaffen. Dat is belangrijk om te weten, omdat je anders dan... Misschien verkoop je wel, maar dan verkoop je niet voor de totale gemeenschap en niet overal waar dat nodig is. Dus dat zijn de zaken die wij nu aan het doen zijn om in ieder geval ons netwerk binnen de gemeenschap wat uit te breiden en ook mooier en aantrekkelijker te maken. Om in ieder geval, zoals ik zei, voor de gezonde concurrentie, we moeten ook wat meer klanten trekken. Niet iedereen tankt bij GoTo en we willen natuurlijk dat ook wel zoveel als mogelijk dat wij de klanten trekken en ook tevreden stellen. Ja, absoluut. En ik denk dat wij de milieueisen bij onze nieuwe service stations allemaal meenemen. We zijn heel lang bezig geweest met NIMOS, DC, met openbare werken. Wij als staatsolie GoTo hebben natuurlijk ook onze standaarden. Ik moet eerlijk zeggen dat als wij eenmaal gerenoveerd hebben, dan zijn we best wel state of the art. Ook voor hetgeen dat we ondergronds installeren. Dus daar zijn we erg tevreden over. Het zijn nou natuurlijk wat je 30 jaar, 20 jaar geleden had. Nu heb je natuurlijk veel geavanceerdere zaken. Dus wij hebben dat allemaal ingebouwd bij onze service station en zijn bij de anderen dat ook van plan. Dank je wel.